Ah, die zet. Ah, dat is een. Zit ze met een pootje vast? Ja, ja zit eigenlijk kan een ik bij je komen? Deze is wel drieënt, hoor. Ja. Kom. Ja, kom. Kom. Kom maar die larven even vast. Ja, wacht maar. Ja. Ja, 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 ja. Ja, wacht maar, pakken we het zaakje. Vandaag de zaak hier een beetje in de hand. Oh, goed zo. Ik ben Desiree Kurva, mede-eigenaresse van de fysiotherapiepraktijk hier op Schevermond. En er hing een katje bij ons klaar in de boom. Ik kreeg hem er zelf niet uit, dus we hebben de collega's van de brandweer gebeld. En die hebben even geholpen om dat te bevrijden. Ja, dus is het uw kat? Nee, het is niet mijn kat. We hebben geen huisdieren hier bij de praktijk. Ja, geen idee. Ze loopt vaker hier door de tuinen. Maar ze zat flink verstrengeld in de boom. Ja, ze zat echt klem. Ze zat echt helaas klem, ja. U heeft het zelf al geprobeerd? Ja, maar ik kreeg er niet los. U heeft zelf bij de dierenambulance gewerkt, heeft u mij lang geleden, geleden. Ja. Maar u kunt dus al een eerste, u heeft al een eerste diagnose kunnen stellen. Is die gewond? Ik denk dat het wel verstandig is om na te laten kijken. Ja, zeker weten. Hij doet een beetje met zijn pootje. Ja, ik wil zeggen, ik weet natuurlijk niet hoe lang die klem heeft gehangen. Dat hangt hij er al de halve ochtend klem. En dan kan er altijd iets verrekt zijn. Dus ik denk dat het wel verstandig is om na te laten kijken. Okay. Dus, maar dit is eigenlijk wel zichtbaar. Dat het is niet gebroken, maar er is wel iets niet helemaal in orde. Dat, En weten ze inmiddels van wie dat het beestje is? Is niet helemaal duidelijk, nee. Nou mevrouw, ik ga u hartstikke danken namens de kat. En ik wens u een hele fijne dag. Hetzelfde, dankjewel.